Na de enorme stunt tegen Amsterdam won die het uit van Leeuwarden, maar verloren vervolgens van Nijmegen en van Leiden. Een van de belangrijkste concurrenten voor een playoff-positie. Nou, we staan, ten opzichte van Leiden stonden we vorige week nog redelijk. Het is jammer dat je die wedstrijd verliest. We spelen die verdedigend wel goed, maar aanvallend namen we de verkeerde opties. En dat is net het probleem binnen deze ploeg. Sommige momenten daar staan we er, zoals tegen Amsterdam was het echt hot om het zo te zeggen. Tegen Leeuwarden hebben we heel goed gespeeld en dan moet je toch tegen de ploegen waar je van moet winnen. Matrix en Leiden gebeurde niet en dat is jammer. Dus dan maar weer een stuntje tegen Den Bosch vanavond? We zouden het goed kunnen gebruiken, laat me het zo zeggen. Maar Den Bosch is de ploeg in vorm. Won van de laatste 10 wedstrijden en 9 en staat op de tweede plaats achter Amsterdam. Steve Ross met de driepunter blinkt weer in het eerste kwart op gelijke hoogte. Staat 7 tegen 7 in een volle sporthal Boshoven, oftewel de Upstairs Arena. Goede drive van Simon Flux, die veel speeltijd krijgt de laatste tijd door de blessures van Hugo Sterk en de buitloop bij Jason Klotz. Maar naarmate het eerste kwart vorderde begon weer slechter te spelen. Dit is een airball van Chris Woods, die raakt helemaal niks. En de Bos komt er dan uit via Dean Oliver, de kleine spelmaker. Die dient daar Devon Giles, ex-Berg op zoon. En Giles, 9 punten het eerste kwart, scoort en zet zo zijn ploeg op een voorsprong van 10 punten. Let dan op de elleboog van Simon Flux. Die raakt het jukbeen van Juni Steenvoorde en die gaat helemaal knock-out. En zo raakt Den Bosch zijn beste verdediger kwijt. Weert met 10 punten achter tegen de ploeg die al 3 keer van Weert won. Eiffel Towers uit Den Bosch. Omdat Weert in het eerste kwart ook slecht schoot. 5 uit 16. Hier leidt het balverlies aan het begin van het tweede kwart. Dean Oliver, Kees Akerboom en dan Larry Abney over de baseline met de score. En zo loopt het verschil op naar 12 punten. Nick Stapleton naar Steve Ross. Ross pakte 3 punten. Speelde over zijn goede eerste helft als een van de weinigen bij Weert. Marcus Jackson kan er dan net niet bij in de rebound. En weer is Eiffel Towers eruit via Kees Akerboom. En nu de bal naar Anthony Richardson voor de dunk. Het wordt 33-22 voor Den Bosch. Akerboom staat helemaal vrij in de hoek. Hij had onlangs nog 35 punten tegen Berg op Zoom. Met toen 9 uit 11 driepunters. Deze ligt er ook lekker in. En zo staat er bij rust 13 punten in het voordeel van Eiffel Towers. Geen vuiltje aan de lucht zou je zeggen voor de Bossenaren. Maar Weert komt dan beter in de wedstrijd. Via Nick Stapleton, daar is hij weer. Hij steekt het vuurtje aan voor Upstairs Weert met deze 3 punten. Verschil teruggebracht naar 10. Stapleton naar Marcus Jackson. Dan gaat de bal naar de andere kant naar Omni Smit. En die doet dan ook zijn duit in het zakje met deze mooie drive. Hij had 7 punten in het derde kwart en begint dan ook mee te scoren. En zo heeft Weert ineens 3 opties. Stapleton, Ross en Omni Smit. Die paast de bal naar buiten naar Nick Stapleton en daar is hij weer met de driepunter. Speelde een waanzinnig derde kwart deze kleine spelverdeler van Upstairs Weert. En coach Don Beck van Eiffel Towers wordt er bij kans gek van. Maar Stapleton is nog niet klaar. Balletje door de benen heen, meter achter de driepuntslijn. En daar is hij weer met zijn 4e driepunter van het derde kwart. U hoort het goed, 4 uit 4 achter de driepuntslijn voor Nick Stapleton. En zo zet Upstairs die wedstrijd in het derde kwart compleet op zijn kop. En begint met een voorsprong van 4 punten aan het laatste kwart. Zorgen bij Eiffel Towers. En die zorgen worden nog groter als Stapleton hier weer aanlegt voor een driepunter. 27 punten voor hem in totaal. 6 uit 11 achter de driepuntslijn. Wat een wedstrijd. Het publiek uit Den Bosch wordt er stil van. Maar ze hebben er altijd nog Kees Akerboom junior, de schutter per sang. En die knalt de 3 punten binnen en brengt het verschil terug naar 3 punten. 67-64. Devon Giles voor Eiffel Towers met een drive. Komt er niet uit. Wordt half geblokt. Steve Ross weg voor Upstairs. Blijft goed kijken. Daar is Omni Smit. Gaat naar de ring toe en scoort. Omni Smit in totaal 17 punten. Had er 15 na de rust. Oudspeler van Weert. William Akkermans legt even uit hoe basketbal gespeeld wordt. En dat laat Weert op het veld zien. Via Steve Ross. Alles viel in het vierde kwart en door deze 3 punten wordt het 80 tegen 68. En Weert loopt uit naar een maximale voorsprong van 16 punten. Eiffel Towers zet nog 1 keer aan. Scoren van Dean Oliver. Maar het mag allemaal niet meer baten. Want let op, hier maakt hij een persoonlijke fout op Chris Woods. En die blijft dan cool aan de andere kant. Slotakkoord van de wedstrijd is voor Steve Ross. Die had in totaal 25 punten en schoot 3 uit 6 achter de driepuntslijn. En zo was het feest in de Upstairs Arena. Stunten tegen de koploper Amsterdam en stunten tegen de nummer 2 Eiffel Towers. Ongelooflijk, maar waar. Deze score nog even van Taron Downey bepaalt de eindstand op 90-83. Maar dan kan het feest dus echt losbarsten hier in Weert. 13 turnovers voor de Limburgers voor de rust, na de rust slechts 4.
Een wedstrijd om nog even over na te praten. En dat doen we met Don Beck, de coach van Eiffel Towers, en Steve Ross van Upstairs. I think in the first half I think we missed a lot of assignments defensively. We missed a lot of easy shots as well, and they got some fast break points. So we found ourselves in a little bit of a hole. We came out of the second half. We mixed things up a little bit and tried to really focus on defensive rebounding because we know that we can score. We have guys in the team who can score, so it's never really our problem. So we really buckle down on defense and rebounded great. Marcus rebounded great. Omni came alive in the second half. So for us, that was huge. Well, you know, you got to give them credit because I thought they played extremely well offensively in the second half. Stapleton's a very tough guard, as you can see. He got hot. And, you know, our best defender was out of the game with a concussion. So, you know, that hurt a little bit. I think, like I said, as long as we take care of our home court and try to steal some on the road, I think we'll be fine. En nog meer goed nieuws, want Leiden verliest en Zwolle verliest ook. Maar komende donderdag wacht Zwolle uit. Een cruciale wedstrijd misschien wel voor Weert.